De 8e editie van de Museumnacht zal bestaan uit 2 dagen. Op zaterdag 9 november is er een avondactiviteit en op zondag 10 november zullen de museale instellingen in de verschillende districten bezocht kunnen worden. Patrick Brunings, vertegenwoordiger van het Surinaams Museum, zegt dat de organisatie de verwachting heeft dat het ook dit jaar een groot succes wordt. Museumnacht, dat internationaal wordt gevierd, is volgens Brunings overal anders, ook hier in Suriname. Elke stad geeft zijn eigen tintje en ook wij doen het anders. We zijn heel erg geïntegreerd, dus daar is ook een commissie samengesteld. En we proberen inderdaad de musea, de zaken op elkaar af te stemmen. U hoort het al, research and education, dat is een beetje de rode draad, maar het is veel meer dan dat. Via de Facebookpage zult u ook zien dat er dus inderdaad verschillende activiteiten zijn naast alleen maar research en education. Maar dat is wel het thema dit jaar. En wat we proberen is elk jaar dus ons een beetje te houden aan het thema. Er is ook internationaal een thema, maar in Suriname proberen we te kijken wat beter bij ons past. Voor deze editie van Museumnacht zijn er 6 busroutes. Stephanie Brunswijk van Postmuseum geeft aan dat er gekozen is voor dit aantal omdat de organisatie zoveel mogelijk mensen in staat wil stellen om alle musea te bezoeken. En route 1, dat is dus Klevia Park, het Surinaamse Rumhuis. Dus vanuit Klevia Park naar het Surinaamse Rumhuis. Route 2, dat is het Surinaamse Rumhuis, Villa Zapacara, Stichting Surinaams Museum. Route 3, daar staan we bij het Stichting Surinaams Museum. En van daaruit gaan we naar het Numismatisch Museum en daarna het Postmuseum bij Surpos. En dan heb je route 4 vanuit dus, het Postmuseum. Gaan we naar het Joods Museum en dan naar het G-Art Blok. En route 5 van G-Art Blok naar NACS en het Nationaal Archief. Route 6, dat is de route Frederiksdorp, dat start om 4 uur precies. Daar vertrekt de eerste bus. Er zijn namelijk dus 2 groepen. De eerste bus die vertrekt dus vanuit Fort Zeelandia naar Mariënburg, Frederiksdorp en dan terug. Daar is er, om even dus de nadruk op te leggen, wel een entry van SRE 150 per persoon. Dat is inclusief transport. Het thema dit jaar is wereldwijd educatie en onderzoek. Het doel van Museumnacht is om het museumleven verder te introduceren in Suriname.